moeten we meegaan in de koopdrang en het consumentisme van Black Friday. Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Sinds een aantal jaren is Black Friday overgewaaid vanuit Amerika en kun je tegen stuntprijzen je decemberinkopen doen. Maar moeten we daar wel mee in meegaan en wat zijn de gevolgen voor de mensen die misschien al deze producten maken? Hier in de studio Carla Dick Faber van de ChristenUnie, hartelijk welkom. Straks gaan we het uitgebreid hebben over Black Friday. Ik wil eerst nog eventjes de politieke week doornemen. Ja. Een van de dingen die speelde was de PFAS-norm. Hij is vandaag is bekendgemaakt door het kabinet dat versoepeld gaat worden. Waarom is die versoepeling nodig? Op een gegeven moment kwamen we erachter dat de grond ernstig verontreinigd is met PFAS. Er was geen norm, er was geen wetenschappelijk onderzoek naar gevolgen voor milieu en gezondheid. Dus de minister kon niet anders dan op het allerlaatste niveau gaan zitten uit voorzorg om gezondheid en milieu te beschermen. Dat was een norm van 0,1 microgram per kilo, heel erg laag. Daardoor zijn allerlei bouwprojecten, het grondverzet, het baggeren, is stil komen te liggen. Ja, want het is zo dat als dat PFAS in de grond zit, dan mag je het niet verplaatsen uit risico dat het niet verplaatst wordt naar een andere plek. Precies, hè? Je wil inderdaad niet grond verplaatsen die vervuild is. En zo grond die in principe relatief schoon is, besmetten met met de PFAS-grond. Dus daarom is er een norm de allerlaagst mogelijke norm afgesproken uit voorzorg. Nou, dat bleek echt heel erg rigide te zijn. Het RIVM is als een speer aan de slag gegaan om te kijken van wat is een veilige norm? En vandaag is inderdaad bekend geworden dat die norm flink versoepeld wordt. Waarbij wel rekening is gehouden ook met milieu en gezondheid, uiteraard. Intussen gaat het RIVM verder onderzoek doen nog. En volgend jaar komt er dan een definitieve norm. Ja. Ja, maar goed, er zit dus dat PFAS, dat stofje wat kankerverwekkend kan zijn, wat ook in die aanbaklagen zit. En het zit in heel veel producten, maar dat zit dus ook in de grond. Maar je zou kunnen zeggen, kunnen we het niet beter opruimen dan dat we bezig gaan met normen verbreden en vergroten? Dan maar te zeggen, want we mogen het maar niet verplaatsen. Ja, nou, wat op een gegeven moment bleek is dat PFAS niet een lokaal probleem is. Bijvoorbeeld in de omgeving van Dordrecht, waar geen moers zit. Bedrijf wat ook gebruik maakt van PFAS. Dus het is niet alleen een lokaal probleem, maar het bleek in heel Nederland aanwezig te zijn. En dus kwam de Rijksoverheid in beeld. En PFAS is een wonder. Hè? Het is een prachtige stof die vuilafstotend, waterafstotend is. Heel makkelijk in de keuken. Het is heel makkelijk in de keuken ook, zeker. Het wordt op heel veel plekken gebruikt. Maar het breekt niet af. Ja. En het hoopt zich op in de grond. Dus ik heb ook gezegd, het is ook heel moeilijk om weg te krijgen. Maar ga dan in ieder geval de bron dichtschakelen. Dus er wordt nu op Europees niveau wordt ook debat gevoerd. Ja. Van moeten we gewoon niet alle PFAS-stoffen gaan verbieden? Kijk, in het verleden is best wel eens gezegd van we gaan dit chemische stofje, want PFAS dat is een verzameling van chemische stoffen. Ja, wel wat duizend stofjes. Ja, precies. We gaan dit ene stofje verbieden. Maar dan gingen bedrijven zoeken van is er een andere chemische stof die dezelfde werking heeft. Maar dat blijkt dus gewoon net zo vervuilend te zijn. Ja. Dus uiteindelijk, we zullen naar een structurele oplossing moeten. Ja. En dat is dus inderdaad het verbieden op Europees niveau van deze stoffen. En intussen ligt er dus wel heel veel verontreinigd slip in baggerdepots van de overheid. En dat moet wel gesaneerd gaan worden. Ja. Ja. Het is de maatregelen genomen om de bouw weer op gang te helpen. De baggeraars, de bouwprojecten en dat soort dingen. Ja. Dit is dan één probleem die dus nu weggenomen wordt. Aan de andere kant hadden we ook het stikstofprobleem. Ja. Wat ook enorme frustraties oplevert. Onder andere bij boeren vandaag. Want u ook bij boeren geweest, in gesprek geweest met boeren. Die lopen ook tegen problemen aan. Net als die bouwers, die dus nu eindelijk weer verder kunnen bouwen. Wat hoorde u daar van die boeren? Ja. Nou, boeren maken zich heel veel zorgen over hun toekomst. En dat begrijp ik heel erg goed. Er was ook best wel veel emotie toen ik vandaag in gesprek ging met de boeren. En ook dat is heel begrijpelijk. Kijk, we hadden stikstof is een probleem. Daar hadden we een oplossing voor bedacht. Hè? Het programma aanpak stikstof. En daar heeft de rechter eigenlijk van gezegd van dit werkt niet. Ja. Nu zullen we dus toe moeten naar een nieuwe balans in onze samenleving. Waarbij we aan de ene kant ruimte geven voor economie en ook voor boeren. Maar aan de andere kant wel de natuur beschermen.
beschermen. Dus die stikstofdepositie, de hoeveelheid stikstof die in de natuurgebieden terechtkomt, die moet omlaag. Boeren hebben nou het gevoel, en dat heb ik vanmiddag ook gehoord, dat echt het hele probleem bij hun op het erf wordt geschoven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ja. De ChristenUnie heeft ook altijd gezegd, ook de industrie, ook de luchtvaart. De mobiliteit, we gaan straks allemaal 100 km per uur rijden. Ja. Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen om tot een nieuwe balans te komen. Want we hebben ook een opdracht om Gods mooie schepping te beschermen. Maar we kunnen dus die baggeraars en die bouwers kunnen nu helpen door die PFAS-norm te versoepelen. Ja. Kunnen we die boeren dan ook niet helpen door misschien wel die normen op te rekken? Of, want dat is ook schadelijk voor het milieu. Ja, kijk, wat dit kabinet wil, is dat we boeren een mooie toekomst kunnen bieden in ons land. En die toekomst die ligt voor ons bij kringlooplandbouw. En kringlooplandbouw is een extensievere manier van boeren, waarbij meer een balans tussen economie en ecologie wordt geboerd. Alleen boeren kunnen die stap niet zomaar zetten. Ze moeten wel een eerlijk verdienmodel hebben. En dat is wel een belangrijke randvoorwaarde. Wat ik vandaag ook heb gehoord is dat boeren heel graag die stap naar de toekomst willen zetten. Ze willen echt hun bedrijf ook verduurzamen. Maar dat kunnen ze niet alleen. En hebben ze echt gewoon de steun van de overheid bij nodig. Ja. Het liefst ook op Europees niveau. Want Nederland is natuurlijk ook geen eiland. Dus moet breed aangepakt worden. Ja, precies. Kijk, er zijn boeren die nu heel dicht bij natuurgebieden zitten. Daar ken ik ook voorbeelden van. Die zijn of verplaatst of die zijn naar een veel meer natuurinclusieve manier gaan boeren. Er zijn ook boeren die zeggen van we hebben geen bedrijfsopvolger. Wij staan wel open voor eventueel een warme sanering. En ja, die gesprekken die zullen op gebiedsniveau gevoerd moeten worden door de provincies. Voor ons is gewoon heel erg duidelijk dat iedereen die in Nederland boer wil zijn en die vooruit wil, die voor zichzelf een toekomst ziet, die moet gewoon verder kunnen. Dat moet kunnen. Ja. We moeten het hier helaas belaten. We gaan zien hoe dat verder zich af gaat lopen, ook voor de boeren. Dan een andere zaak die deze week in de politiek speelde, was het hele debat rondom de burgerslachtoffers van een aanval in Irak 2005. Ja. 2015, moet ik zeggen. Het was eigenlijk wel kantje boord, misschien ook wel voor het kabinet. Moties van wantrouwen werden besproken en behandeld in de Kamer. Is het niet een idee, want het gaat om wie wist nou wat. Is het niet een idee om dit soort gevoelige informatie in een veel kleinere kring in de Tweede Kamer wel te delen dan het kritiek is nu natuurlijk, het was niet gedeeld. Ja. Ja, inderdaad heeft twee keer een motie van wantrouwen gespeeld. En die zijn allebei niet aangenomen. Maar er was inderdaad veel kritiek op het handelen van vorige kabinetten, op het handelen van dit kabinet. En dat begrijp ik ook. En dat zat met name op het punt van de transparantie. Ja. Er is gewoon te laat is duidelijk geworden wat er heeft plaatsgevonden in Irak. En je ziet dat er pas informatie boven tafel komt na WOP-verzoeken. Ja. De wet openbaarheid van bestuur, er zijn media die vragen informatie. Ja. Mijn collega Johan Voordewind was de woordvoerder en die heeft ook gezegd van ik wil gewoon openheid, ik wil transparantie. Desnoods in kleine kring en dat is nu ook wat is afgesproken. Ja, maar wat doet dit dan met het vertrouwen in de politiek? Want ja, het lijkt wel, in ieder geval voor de gewone burger, alsof dit weer het zoveelste verhaal is dat het kabinet weer verkeerde dingen doet. Of het niet goed lijkt te communiceren. Ja. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Die openheid en die transparantie die is ontzettend belangrijk om ook een betrouwbare overheid te kunnen zijn. Ja. En ik vind ook, we moeten ook als volksvertegenwoordigers ons controlerende werk goed kunnen doen. Dus wat nu is afgesproken is dat op het moment dat er dit type voorvallen is tijdens een oorlog, dat veel sneller na afloop van de missie deze informatie gedeeld wordt. Dat kan niet tijdens de missie, omdat je ook niet wil dat militairen in gevaar komen. Dus vanwege de veiligheid kan dat niet gedeeld worden. Op het moment dat er burgerslachtoffers zijn, dan zal zal de Tweede Kamer wel geïnformeerd worden. En ik denk ook dat het goed is. Ja, ja. Helder. Dan een ander punt nog. Vorige week kwam het CBS met cijfers over euthanasie. Een groot deel van Nederland wil dat het euthanasie ook mogelijk wordt voor gezonde mensen. Wat dacht u toen u dat bericht hoorde? Ik vond het schokkend. Ja. Ja. En waarom? Want ik kan het heel goed begrijpen dat u het schokkend vindt. Maar wat was er precies? Wat vond u er zo schokkend aan? Wat ik er schokkend aan vind is dat kennelijk onze samenleving zo individualistisch is geworden dat en ook gericht op uiterlijk en
Het leven moet mooi zijn, hè? We moeten allemaal succesvol zijn, het moet geslaagd zijn. Dat op het moment dat niet meer zo is, hè? Dat je te maken krijgt met een leeftijd in hoge ouderdom en wellicht bepaalde gebreken, dat mensen zeggen van ja, dan wil ik eruit stappen op mijn tijd. En mensen die kijken alleen maar naar zichzelf en hun eigen wereld en ze beseffen niet wat dat doet met onze samenleving. Ja. Wat dat doet met artsen op wie ze een beroep doen of op misschien een zwakkere broeder of zuster in de samenleving, die dan denkt van, oh, moet ik dat dan misschien ook? Ja, maar als je dan, zeker ook bij de voorstanders van euthanasie of van ruiming van euthanasie, zeggen ze, ja, maar we moeten ook gewoon in gesprek gaan over het levenseinde, over hoe kunnen we ons einde goed inrichten. Ja. En ik kan me voorstellen dat u daar ook achter staat, dat we daarover in gesprek gaan. Ja, nou, ik denk dat heel erg goed is, hè, dat mensen gewoon met hun dierbaren, met hun huisartsen in gesprek gaan over het levenseinde. Omdat er, als het moment daar is, ja, er komen er zoveel vragen op je af. Dan is het gewoon goed om daarop voorbereid te zijn en ook je geliefden geïnformeerd te hebben over wat jouw wensen zijn. Maar dat gaat echt niet alleen over euthanasie. En de voorstanders van euthanasie die doen voorkomen alsof alleen dat maar een soort waardige dood is, om even in hun terminologie te blijven. Ja. Dus ik denk van je kunt het hebben over wat voor zorg wil ik nog? Wat kan palliatieve zorg voor mij betekenen? Ja. Wat maakt het leven voor mij nog waardevol? En dat zijn ook wel hele mooie gesprekken. Een waardig leven. Een waardig levenseinde hoeft niet tegelijk een euthanasie te zijn. Nou, de voorstanders van de euthanasiewet die laten geloven van alleen euthanasie betekent een waardig einde. Terwijl, ik bedoel, 96% van de mensen overlijdt op een natuurlijke manier. Ja. En ook dat kan, hoe verdrietig ook, kan ook mooi zijn. Het woord mooi, ik snap dat het een beetje wringt. Maar het kan ook waardevol zijn voor nabestaanden. Om dan te weten van wat wil iemand in een bepaalde situatie. Ja. En dan kun je toch, ik zie hier een foto van handen die worden vastgehouden. Ja, het is gewoon mooi om er te zijn. En dat moment ook met elkaar te delen. Ja. We moeten er vliegersvlucht doorheen, dus het is een heel belangrijk onderwerp. We gaan snel door naar de volgende onderwerp. Black Friday vandaag. Gaat u nog shoppen vandaag? Nee. Nee. Ik heb echt al de hele tijd geen aankoop gedaan. Ja, wel nog een kledingstuk, maar verder geen aankopen. En dat geeft heel veel rust. Ja, het maakt u ook een beetje boos, Black Friday, begreep ik. Waarom maakt u dat zo boos? Nou ja. Eigenlijk zit parallel met het vorige onderwerp. Alles moet mooi zijn, alles moet leuk zijn. Ja. Ik bedoel, mensen consumeren zich een slag in de rondte. Dat gaat ten koste van deze wereldbol ook. We gebruiken in Nederland bijna 3 wereldbollen als het gaat om onze consumptiegedrag. En uiteindelijk gaat het ook ten koste van onszelf. En dan kijk ik, God geeft ons genoeg om van te leven, genoeg om van te delen. Maar kunnen we ook genieten van genoeg? Of is het altijd meer, meer, meer? En ik maak me er echt heel veel zorgen over. En deze Black Friday die wakkert enorm die consumptiedrift aan. En Je zou kunnen zeggen, die producten liggen toch in de winkel. En wat maakt het nou uit wat je daarvoor betaalt? Lekker makkelijk, lekker goedkoop. Dus het ligt toch wel in de winkel. Het wordt toch wel gemaakt. En als het niet nu verkocht wordt, dan wordt het wel aan het eind van het seizoen verkocht. Ja, helaas is het zo dat in ieder geval, als ik spreek voor kleding, dat echt ontzettend veel gewoon in de verbrandingsoven verdwijnt. Het is echt bizar. Er wordt heel veel gemaakt. Over arbeidsomstandigheden maak ik me ook heel veel zorgen. Ja. Volgens mij is echt de kernvraag, kunnen we genieten van genoeg? Kunnen we leven van wat de Heer ons geeft? En kunnen we leven van de ruimte die ons toekomt? En als ik Black Friday zie, dan wil ik die vraag wel indringend stellen aan mensen. Ja. U stelt de vraag, u heeft het heel vaak over dit onderwerp, een heel belangrijk onderwerp voor u. Maar is het niet een beetje roepen in de woestijn? Want die commerciële trein die dendert gewoon door natuurlijk. Het dendert door. Ja, maar ik zie ook wel heel mooie tegeninitiatieven. Ik bedoel, ik zie ook overal kringloopwinkels, ook vanuit de kerken. Woord en Daad heeft een heel groot netwerk van kringloopwinkels door het land. En ik zeg ook wel eens, als je nou echt toch iets nodig hebt, koop dan à la Green Friday. Kies voor tweedehands. Ja, geweldig. Dank u wel voor dit gesprek, Carla Dikvrouw van de ChristenUnie. Dit was Uitgelicht voor vandaag en voor deze week. Maandag, dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag.